Ja, Skate, zeg eens. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een let's play opnemen. En dat doen we met Call of Duty Vanguard. En we zaten van tevoren even te discussiëren. Oké, wat gaan we doen om een beetje een taste te geven van wat er zoal te doen is in deze nieuwe Call of Duty. Gaan we singleplayer doen of gaan we multiplayer doen? En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een stukje van de singleplayer te doen. Ik denk ook dat mensen het meest geïnteresseerd zijn in de singleplayer van deze game. Weet je, het is Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel cool ten opzichte van het andere aanbod wat er nu beschikbaar is. En als je multiplayer wil gaan spelen, ik denk, maar dat is een aanname, een grote aanname misschien, dat de meeste mensen gewoon Warzone willen spelen. Ja, ik heb wat grote streamers gezien die eigenlijk al een hele tijd vastzitten in Warzone. Vanguard is natuurlijk vorige week uitgekomen. Ja, en ik heb ze wel dan spelen ze even de multiplayer. Daar duiken ze dan wel meteen in om de feel te krijgen. Want volgende maand komt er een nieuwe map in Warzone. Mm-hmm. Maar je ziet ze nu alweer teruggaan naar Warzone. Maar dat bedoel ik. En hij is vrijdag uitgekomen. En ik vond dat ook zo tekenend. Vrijdag. Weet je, we kregen die code toen binnen. Toen zaten we nog twijfelen. Gaan we nog stream doen? Ja of nee? Nou, dat kwam uiteindelijk niet uit. En toen zaten we elkaar aan te kijken van... Maar wanneer komt hij eigenlijk uit? Die dag. Ja. Weet je wel? En het leeft gewoon totaal niet meer. Nee, daar waar we in het verleden nog groots opgezette release parties hadden en dergelijke. Ook dat nog, ja. Is het nu eigenlijk een beetje zo ja, tussen neus en lippen door. Oh ja, Call of Duty Vanguard is uit. Dat zegt wel, denk ik, wat over de toch wel iets wat tanende populariteit van deze franchise. Ja, en we hebben... Nou, de franchise is een all-time high. Ja, met dank aan Warzone, ja. Inderdaad. Want we hebben Warzone, waarmee het uiteraard gaat concurreren op dit moment. We hebben natuurlijk Battlefield 2042, die uitkomt volgende week. Die 19 november, ja. Halo Infinite komt eraan, free-to-play game. Dus dat is ook nog wel tricky om je daartussen te nestelen. Maar ja, als je Game Pass hebt. Nee. Gewoon sowieso free-to-play. Is free-to-play. De multiplayer is free-to-play. En de singleplayer, die kan je bij Game Pass krijgen. Maar multiplayer is free-to-play voor alles en iedereen. Oké. Okay. Zullen we maar gewoon een stukje van de singleplayer doen? Even kijken. Ja, JJ vertelde al, op de een of andere reden heeft hij zijn save games niet in de cloud gezet. Dus we kunnen nu niet even door levels skippen. Ja, ik vind het ook nooit erg. Want vaak zijn die openingsmissies van Call of Duty... geeft een beetje weer wat je kan verwachten. En die zijn vaak het meest spectaculair. En dan gaat het daarna een paar missies een beetje... Ja. En dan kom je op een gegeven moment krijg je een paar van die piekjes inderdaad. Ja. Ja. Om het effect wat groter te maken natuurlijk. Van de... Ja, maar is er nog steeds shock value? Zoals vroeger in Modern Warfare 2 en Modern Warfare 1... Nee, en dat is ook wel een beetje een probleem met dit soort games, weet je. Grenzen verleggen, dat gaat niet meer. Of je moet het echt in het hele ridicule trekken, wat ook niet goed overkomt. Ja. Dus ja, welke kant kan je nog op? Nee, de No-Russians van deze wereld zijn dun gezaaid. Maar stel, iemand zou nu weer een No-Russian doen. Ja, weet je, dat is niet meer bijzonder. Ik moet zeggen, ik vond de graphics van wat ik heb gezien... tijdens die, was dat de State of Play, geloof het wel, vond ik echt prachtig. Gebruiken ze nog steeds dezelfde engine? Ja, ik denk het wel. Maar bij Modern Warfare heeft hij natuurlijk best wel een grote update gehad, die engine. Mm-hmm. En waardoor hij er wat moderner uitziet. Dus ik denk dat ze nooit meer over zullen stappen op een compleet nieuwe engine. Althans, daar moeten we nog wel heel lang op wachten. Maar is het nodig als je het zo ziet? Nou nee, dit kan nog prima mee hoor. Op de PlayStation 5. Het grappige vind ik wel, we weten natuurlijk die hele grote heisa die er is geweest omtrent Battlefield 5. Er zitten vrouwen in met snipers en donkere mensen en alle marketingmateriaal van deze game is precies hetzelfde en nobody bats an eye. Ja. Heeft dat misschien ook te maken met shock value of is het nu geaccepteerd? Of, waar ligt dat denken? Aan? Ja, dat is de vraag die ik heb, ik weet het niet, ik zie alleen een verschil. In hoe games benaderd worden. Want wat zagen we hier ook weer op de front cover? Een donkere guy? Ik zie in alle marketingmaterialen of een donkere guy of een vrouwelijke sniper. Ja, vrouwelijke sniper? Ja. Oké. Okay. Dat was ook in die gameplay reveal van de single player. Ja, maar jij vertelde net ook wel dat Being Black ook wel een rol van betekenis speelt verhaal technisch in deze game ook weer. Oké. Okay. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nee, ik ben niet heel erg benieuwd eigenlijk. Het kan me niet zoveel. Kijk, het ding is, als ze dat goed shit, doen... Ik moet lopen. Prima, ik ben heel erg benieuwd wat voor een insteek ze dan hebben gekozen. Je kon ook piek doen. Oh, ja, dat deed ik ook. Ja, ik zie het al, ja. Oh, dit was niet de bedoeling volgens mij.
En deze campaign, jij zei het al een beetje, die heeft hem thuis zitten spelen. Hij heeft hem uitgespeeld in een weekendje of in een uurtje? Zes uurtjes, zei hij, ja. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik heb geen aandachtspannen om langer dan 6 uur nog een Call of Duty campaign te spelen. Nee, dat moet je ook niet willen. Dat moet je niet willen. En dat is prima, hè? Ik bedoel, de meeste mensen spelen Call of Duty voor de multiplayer natuurlijk. Ja. En ik ben nooit zo geweest. Ik speelde altijd voor een singleplayer campaign. Maar inmiddels weet je... Het is godverdomme, joh! Oh, jongen, jongen. Het is een bekend recept. Op een gegeven moment, ja, dan ben je er ook wel... Dan heb je geen zin om er meer 13 uur mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld. Been there, done that. Ja, precies. Wat moet je doen? Oh, ik hoef hem niet nog een keer te searchen. Jawel, toch? Ja, volgens mij is het gewoon ammo pakken en shit. Maar je moet hier wel goed springen. Ja, ik... Zo dan. Ik dacht dat het wel automatisch zou gaan, joh. Nee, skills. Nou ja, gewoon skills. Een sprintje blijkbaar. Stom. Is dit een... Is dit... Ja, 100%. Kijk, je kan hem silently killen. Zielige man. Doet hij gewoon zijn werk. Take down. Ta! Doet hij gewoon zijn werk. Heeft er niks mee te maken. Bevel is bevel. Ja, precies. Oké, hier. Je kan meerdere routes kiezen. Oh, the freedom. Ik wou het zeggen. Wie zegt dat de Call of Duty lineair is? Je schiet die alle twee eraf, joh. Zo, ja. Hey. Oh, shit. Ik denk mijn buddy... Wacht, deze man heeft jou niet gezien terwijl je de deur zo open deed? Hmm. Hij kijkt misschien net de andere kant op. Ja. Het storm buiten. Als je dat niet had gehoord, dan werd hij al zeiknat door de regen. Ja, het is inderdaad wel een hele spectaculaire eerste missie. Vind je? Nee. Schiet hem eraf. Denk ik, of niet? Nee, vierkantje gewoon. Oh, doorlak. Nee, dat moet gewoon zo. Zit er dan nog één? Ja. Blijf lekker, hè? Silence weapons. Volkssturmgeweer. Pak de Volkssturmgeweer. Nee, jongen. Ik ga gewoon met de sneaky je... approach. Wij ben geen volkstormen. Hey, godver... Ja, jongen, zie je, ja jongen. Ik zei toch dat je de volkvorm... Oh. Volkstormsturger... Misschien wel, inderdaad. Hier, kijk. Hartstikkerdij. Niks, geen lafspul. 111 bullets. Hij is niet zo accuraat, hè? Zit een afwijking, hè? Zit een afwijking op dat geweer? Er zit een goede afwijking in. Van de kermis. Kermisgeweer. Okay. Nou, hij is wel... Oh shit, zijn er meer. Nee. Die buddy pakt die friendly fire wel gewoon, hoor. Nou, dat is prima. Zo hoort het ook. Moeilijk te zien, man, de vijanden. Ups. Wordt hij nou... Ik wou net zeggen. Misschien moet je die deur even openmaken voor je buddy. Ik moet helemaal niks. Oké. Okay. Lone wolf. Hier, yeah, nog eentje. Hupsakee. MP40. Can't go wrong with the MP40. Oh, ik dacht dat deze deur open kon. Maar dat kan dus kennelijk niet. Nou, deze schiet wel iets beter. Alles is niet te zien? Jawel. Low ammo. Je moet vierkantje drukken om... ammo van de lijken te pakken. Even kijken. Dat vind ik gezeik. Gelukkig ligt hier nog wat. Ammo vol. Oh. Holy... What the hell? Ik moet wel zeggen, die triggers van de PlayStation 5 hebben ze wel een stuk beter gedaan dan de eerste Call of Duty die uitkwam op Next Gen. Dat was bijna niet te spelen. Ik zet die haptic feedback zet ik altijd uit, man. Ja, ik vind het wel storend. Meestal wel. Maar je merkt toch al wel, tweede generatie aan games gaan er een stuk beter mee om. De eerste keer vond ik ook echt onspeelbaar met die triggers. En, oh, sorry, friendly fire. Je zit de hele tijd gewoon, volgens mij ben je gewoon een German spy. What gave it away? Ja, nee, precies. Ik vecht voor mijn Arische commandant. Mickey Blue Eyes. Nou, kom. Oh,
wilde horen. Kijk, springen, jongen. Oh, shit. Hey, zag je hoe lelijk dat was? Holy golden shit. Wauw, echt hè? Nintendo 64 shit, man. Oh, zijn gezicht is inmiddels geladen. Hij moest even renderen nog inderdaad, ja. Oh, wauw. Die SSD, hè? The power of the SSD. De man is niet bang. Ik had toch wel meer verwacht van de eerste missie, Skate. Het is een beetje... te lang hetzelfde. Ja. Maar je nadert nu wel de... Nee, ja, ik weet niet. Je nadert nog niks. Nadert een nieuwe trein, ja. Oh, god. Oh, shit. Oh. Ja, het is zo moeilijk te zien wie bij je hoort, man. Ja, je moet eerst eventjes op zo'n character mikken en dan krijg je de naam te zien. Ik hoop dat hij niet bij mij hoort. Oh, rechtsom. Hè? Wacht even. Zo. Ziet gelijk. Het is een lange trein, man. Te lange trein. Sorry. Approach the half track and hold square to commandeer its turret. Oh, oké, okay, leuk. Hij komt ragen, jongen. Er zit er nog steeds één, hoor. Jezus. Achter je. Nog? Ja, zat er nog? Nee, die hoort bij mij. Nee, deze hoort bij jou, ja. Nu hebben ze toch? Ja. Oké, kunnen we? Ja, here we go. Dit is een hele lange trein, inderdaad. Oh. Ja, dit gaat nice. En toevallig precies op het juiste moment ook weer bullets. Altijd weer, hè. Echt goed dat ze op deze trein overal random bullet stashes hebben liggen. Jesus, kijk die gast daarboven. Ik zou even bukken. Ja, maar hoe... Oh, kijk, je moet naar die tank. Hoe dan? Oh, je kan niet oversteken. Ja, ik wou net zeggen, stukje maar die door. Tank heeft hem... Die heeft hem eruit geschoten. Top. Shooten wat? Shooten. Oh. Nou, is goed. Lekker. Graag gedaan. Hijack train to Hamburg. Oh my god, het komt precies zo uit. Of niet. Wat een toeval, echt wel. Het is Call of Duty. Hoe vaak we dit al niet hebben gezien. Dat is in Call of Duty Modern Warfare al. Dat je naar die chopper springt vanaf die boot, geloof ik. Dat je, Nou, ja, alsjeblieft. Hamburg. Is dat hamburger? Is dat nou... Is die nou bedacht in Hamburg? Nee, volgens mij was dat een achternaam. Oh. And your campaign unlock progress could not be... Okay. Okay, whatever. Of is dat zo'n urban legend? Ik zou het je niet kunnen vertellen. Misschien komen we in deze game achter. Waren er in 1941 al hamburgers? Waren die niet pas na de Tweede Wereldoorlog? Ja, denk het wel. Ik denk in de 50s of zo. Ja. Misschien dat dat wel bestond, maar niet groot geworden. Ik weet niet, man. Het voelt wel voor mij als heel inwisselbaar vooralsnog. Maar toch is dat ook de manier waarop we het spelen, weet je wel? Niet heel erg goed voor zitten. Ja, maar kom op, toch. Ze weten van gekkigheid er op een gegeven moment ook niet meer wat ze met zo'n campaign moeten doen. Als je zo'n beetje alles al wel gedaan hebt wat er te doen valt in je franchise. Misschien pas een nieuwe game maken als je een goed idee hebt. Ja, dit is de route die ze jaren geleden zijn ingezet. Elk jaar weer een andere studio die op een andere game. Terwijl ook alweer een studio weg is daaruit. Welke was er nou ook alweer uit? Dat is Sledgehammer. Er was er eentje in ieder geval uit. Eén van de vaste drie. Dus het zijn er nu twee, dacht ik. Ravensoft, Sledgehammer. Ravensoft werkt meestal aan de multiplayer mee. En dan heb je de Sledgehammer. Je hebt Infinity Ward. En je hebt mijn favoriet, waarvan ik even de naam kwijt ben. Was er niet Sledgehammer die gestopt was? Nee, volgens mij. Deze game is van Sledgehammer, volgens mij. Ja? Ja, misschien lul ik ook maar aan mijn nek, hoor. Ja, ik denk dat je uit je nek lult, inderdaad.
Hij kan me zoiets herinneren. Nee. Infiltrate the U-boat base. Schiet die hond neer. Altijd als eerste hond skate. Die kan je ruiken. Komt de hond aan. Hoe zou JJ zich gevoeld hebben op dit moment, op dit stuk? Want ik weet hoe JJ is. Dat die heeft een traantje gelaten. Ja, dat die voelt zich daar niet happy bij. Dat hij zo. Sorry, sorry. Hoort hij bij ons? Nee. Ja, wat, soms kijken ze de andere kant op en dan denk ik van... Ja, de AI is ook gewoon heel slecht, man. Ik bedoel, het feit dat jij die deur opende van de trein, die gast het niet door had, dat kan echt niet. Maar ja, het is knalvee. Ik bedoel, je moet in je eentje honderden gasten neerknallen. De AI zal niet veel beter zijn, alleen de bullets doen meer damage, denk ik. Hoe bedoel je? Op hogere moeilijkheidsgraden ga je wel sneller dood door krachtigere bullets. Oh, sniper of zo. Ja, ook dat vind ik een zwak mechanisme om een game moeilijker te maken, man. Ja. Ik vind juist, je maakt de game moeilijker door de tegenstander intelligenter te maken. Niet door er meer van neer te zetten of ze zwaardere bullets inderdaad te geven. Bullets die meer damage doen. Dat is in ieder geval wat we bedoelen. Is het gas of kan ik hier doorheen? Nee, ik denk rook gewoon. Volgens mij is dat een rood tonnetje, of niet? Nee. Nee, dacht, die twee pallets om elkaar, ik dacht dat het één rood tonnetje was, maar... Of, nou, oh! Ontploft wel het een en ander. Dit, dat ontplofte wel, ja. Doe eens. Ik wil altijd even die videogame logic bevestigd zien worden. Rood is altijd explosive, ja. Ongeschreven wetten. Maar wat zijn jouw eerste impressies hiervan? Dat het er wel verzorgd uitziet en dat ik hem de komende dagen zeker wel even ga uitspelen. Ja, zal ik wel moeten. Jij doet de review. Ik zit bij de review. Ja, dit, ik weet niet, man. Ik steek liever mijn tijd in, mijn 6 uur in een ander soort singleplayer game dan dit. Nou, voor 6 uurtjes wil ik dat risico wel nemen. Weet je, daar kan ik prima mee leven. 6 uurtjes is voor mij. Het is nooit kut. Het is nooit kut dit, maar het doet me zo weinig. Het is McDonald's. Hier. Het is de McDonald's onder de games inmiddels. En ja, dat is prima, toch? Ik bedoel, daar is ook publiek voor. Ja, maar ik denk niet dat publiek nog groeit of zo. Nee, zeker niet, nee. De massa wil gewoon een nieuwe map van Warzone. En dus dan duik ik zelfs ook daar wel weer in, nadat ik echt Warzone al maanden niet meer heb aangeraakt. Maar kijk, weet je, wij zijn recensenten. Wij krijgen deze game. Het is ook een moeilijke fucking sell, hoor. 60 piek voor deze game, terwijl je Warzone ook hebt. Maar dat was vroeger anders. Hoe bedoel je? Vroeger, voor Modern Warfare 1 en 2 en Black Ops 1 en 2... was ik meer dan bereid om 5-6 tientjes neer te tellen. Ja, maar omdat je niet een... Kijk, ik wil niet eens zeggen... Het was geen gratis alternatief. Maar ook niet eens een gratis alternatief van eenzelfde kwaliteit. Ik vind Warzone een hogere kwaliteit aantikken. Het is een ander soort game natuurlijk. Ja, zeker. Dat is ook zo. Maar ik bedoel gewoon, als ik puur kijk naar Joy... haal ik veel meer plezier uit Warzone, bijvoorbeeld. Het is een andere game, snap ik. Er zijn nog steeds mensen die gewoon wel lekker gaan op de multiplayer, hoor. Ja, maar zijn het toch minder dan de hoeveel miljoen van Warzone? Ja, dat zijn er inmiddels 60 of zo, als het er al niet veel meer is. Dus ja, het is een andere game, maar het concurreert er wel mee natuurlijk. En om dan nog 60 piek uit te geven, terwijl jij weet dat je al de hele week... bij wijze van iedere week 10 uur per week Warzone speelt. Ja, je hebt maar een beperkt aantal uur. Het is wel een mooie setpiece dit. Ja, ik hou sowieso altijd van Tweede Wereldoorlog campaigns. Vind ik over het algemeen cooler dan Modern Combat campaigns.
En grafisch, het ziet er prima uit. Het is niet mindblowing. Het is oké. Okay. Maar is dit voor jouw gevoel een next-gen ervaring? Ik bedoel, dit is de tweede Call of Duty nu op de next-gen? Voelt toch exact hetzelfde als moeilijk in te schatten. Ja, nou. Ik bedoel, het oog wat gelikter allemaal. Natuurlijk, het is wat scherper. Maar het speelt niet anders. Je hebt niet zo, en dat is natuurlijk ook weer een probleem voor cross-gen. Ze kunnen ook geen dingen doen die op andere platformen niet mogelijk zijn. Want de game moet overal op uitkomen. Ja. Granaten. Je moet even die turret... Dat was toch een turret of zo? Nee, gewoon een LMG volgens mij. Hier erboven, erboven. Ja. Oh shit, oh. Waar komen die gasten vandaan, joh? Ze blijven maar spawnen, joh. Pak even de STG. Die ziet er ook wel vet uit. Ik weet niet, de muziek doet mij vermoeden alsof we naar een climax toe aan het werken zijn, maar... Ja, het is gewoon een spannend muziekje. Ho, 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 ho. Maar zie je, die gast liep gewoon... Tussen ons drieën. En zijn rode nazi-vlaggen explosief? Hoezo? Oh. Nee, ze ontploffen niet. Ah, jammer. Low ammo, Skate. Hoe dan? Ik had net ammo bijgehaald. Wat is het voor gekkigheid? Volgens mij staat daar nog iets. Ja. Nee. Nee. Ah, fuck. Daar gewoon pistolen. Het ziet er erg uit als een kutwapen. 7 bullets. Ah, hier. Convenient. Ja, maar is het er maar... Doe maar weer... Hè? Het is wat jij wil, Skate. Oh, bedrog. Oh. Ik kan er niks van zeggen. kan je een pistol whippen, oh, denk je? Shit. Sorry, heb ik nu succes onderlopen? Ja. Nee, je moet gewoon doorlopen. Denk je dat je die submarine gewoon gaat stelen? Of saboteren. Hebben we alles eerder gedaan? In de moderne tijd, toch? Een submarine. Submarine zat in Modern Warfare 2, volgens mij. Dude, dat is bijna 20 jaar geleden, man. Oh, hey, ja, Jezus! Het lijkt alsof hij met jou met ja, man. Hier voor je. Ik wil weer zo'n GoldenEye gezicht zien, man. Het zag er echt vet uit. Waar schiet die gast op? Zie je? Schiet een beetje zo, die kant op. Ja, gewoon de... Hey. Oh, dat is scripted. Ja, scripted, oké. Okay. Je moet oppassen dus met schieten misschien en, in dit ding. Advanced, man. Advanced. Ik weet niet, ik gok maar wat. Misschien gebeurde dit altijd. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien een klein beetje misschoot of zo. Nee, ik schoot recht vooruit. Ja? Kijk, dit hoorde gewoon. In je nutsack. Oh. Laat mij erbij. Search. Moeten we iets doen hier of iets saboteren? Oh. Hier hij gaat omhoog, het me niet vertellen. Ik.
Ik heb iets. Ik heb een gevoel. Het is 2021. Dit soort campaigns. Ik snap het wel dat ze het nog steeds doen, maar... Het is een 2013 game met 2021 graphics. Ze hebben een overhaul nodig of zo, man. Ja. Er moet iets anders gebeuren. Maar dat blijft toch wel lastig, hoor. Want mensen zeggen dat bijvoorbeeld ook met Halo. En, groot, weet je, terecht. Ik geef ze daar echt groot gelijk in. Maar het ding is, dan proberen ze wat nieuws. En dan zeggen mensen, ja, maar dit is geen Halo. Dit is geen Halo. Ik denk dat mensen dat ook met Call of Duty hebben. Van, weet je, geef ons gewoon een simpele 6-uur campaign die we al 100 keer gespeeld hebben. En zorg gewoon dat de multiplayer fucking top is. Wat gebeurde er trouwens? Ik zat heel even niet op te letten. Waarom? Ja, er was een... Er ontploft iets of zo. Die soldaat in het midden heeft tenminste een mondkapje op. Een Cambridge man, through and through. You know better than to ruin a man's evening. Doet hij ook voor hun veiligheid, hè? Very considerate. Ken je hem? Is het hem iets harder, Skate? But demanding passengers that deserve my full attention. Unlike you. Ik weet het niet, man. Ik vind dit soort officieren, ik vind ze niet meer heel intimiderend sinds Inglourious Basterds. Hoe heet die ook weer, die gast? Ja, ja, ja. Nee, hoe heet die ook weer? Schwartz? Nee. Ja, hij is de Jew Hunter. Ja, hoe heet die ook weer? Christoph Waltz. Christoph Waltz, ja. Ja. Christopher Waltz. That's a bingo. Okay, en dan is dit gewoon een saaie lul. During the occupation, you saw French soldiers who looked like me carry guns in your streets. Marry your women. That's what I hear when you speak German. Charming. We thrashed you once. Hear those bombs? That's us thrashing you again. Thrashing. Thrashing. What an interesting choice of words. I told you already. Get on with it. Yes. That's what you want. To sacrifice yourself. To be a leader. I am not here to give you what you want. Quite the contrary. Oh, okay. To give you gaan we dood? Nee. Ik denk dat je hier je shock value hebt, Skate. Ik denk dat dit... Ik denk dat het dit moment was. Oké. Okay. Onverwacht. Wordt verdood achtergelaten. Waarschijnlijk stroom je ergens aan, weet je wel. Of ik word wakker in prison. Of in een kamp. Dat zou ook nog kunnen, ja. Ik had het idee dat hij hier gewoon van die boter zou afgrappen. 6 days later. En dat je ergens komt aanspoelen, weet je wel. Kan. We gaan het nu... Oh, we gaan het niet zien. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja, kijk, daar zit ze. Jesus Christ. Ik denk wel dat we dood zijn, man. Nee, joh. Met wie speel ik? People die, zegt hij toch? Exactly people die all the time. This is on him and on Wade. Bastard abandoning his team. Well, you're right about Wade. Ze hebben altijd leuke CGI. Ja, dat ziet er wel vet uit, ja. Let's keep blaming each other instead of the Germans. Zij is de sniper? Denk ik. Is that supposed to impress me? Relax. It does not matter. Freisinger is going to kill us all. Freisinger? The Nazi.
The one who killed Novak. Old friend of yours, is he? We have history. Oh yeah, what kind? Forget Freisinger. Oké, okay, ja, dus ik ben dood nu. Ja. En dan ga je nu met deze, met die twee spelen? Dat denk ik wel. Ik denk met de alle vier. That's war. Sometimes the only way to honor a fallen soldier is to finish the mission. But try remembering that while their blood stains your boots. Ja, grappig. Ik krijg ook gelijk zin. Altijd als ik iets van Tweede Wereldoorlog zie, ik heb altijd meteen zo fucking cliché zin om Band of Brothers te kijken en Saving Private Ryan, dat soort films. Dat is de tweede missie. Ik denk dat we hier moeten stoppen, Skate. Ja, nu al? Ja, anders gaan we de hele game uitspelen. Nee. We zijn al bijna 3 kwartier onderweg. Nee joh, 20 minuutjes of zo. Nee joh. Tijd is voorbij gevlogen. Hoeveel? Half uur. Half uur. Ja, daarom. Dat is prima joh. Ja, ik moet weg. Ja. Vandaar. Het is veel de cutscene wel meteen. Vrij snel. Ik hoop dat de actie een beetje oppikt. Het is Call of Duty, daar twijfel ik niet over. Weet je? Als ze dat niet in een game weten te verwerken, dan heb ik zoiets van, dan is het ook geen Call of Duty. En daar hebben ze al veel te veel ervaring voor. Ja. Is dit een flashback? Wanneer was Hamburg? 45? Ja. Okay. Ik denk het wel. En dit is denk ik wel een flashback, ja. Ja. God, dit soort scènes zijn altijd krankzinnig, man. Kijk al die vliegtuigen, joh. Kan je je voorstellen dat ooit over je land heeft gevlogen zo? Bijvoorbeeld bij Operation Market Garden en zo? Het is daadwerkelijk gebeurd, ja. Maar kan je het je voorstellen? Nee, niet. Dat de wereld zo in de fik staat? Niet. Maar dat komt wel weer een keer, hoor. Ja, alhoewel, maar dan gaat het niet met zoveel vliegtuigen gepaard. Maar het gaat met drones. En drones en grote raketten. Stil uitschakelen, ja. Komt hij boven water, dames en heren? Ja of nee? Ja, dat weten we, want dit is een flashback. Maar hoe dit verder gaat aflopen, ja. Ik zou zeggen, zoek het lekker zelf uit of zo. Of niet. Ja. Ik vind het moeilijk te zeggen. Ja, het is in ieder geval een eerste indruk die je hebt gekregen van ons. Ja. Wij gaan later deze week gaan we de review opnemen van zowel de campaign als van de multiplayer. Want daar gaan we natuurlijk ook in duiken. Dat gaan volgens mij JJ en ik en ook Yui volgens mij die gaan het doen. Die schuift daarna bij de premium review. Dus dat later allemaal deze week. Dit was het voor nu wat betreft de Call of Duty Vanguard campaign Let's Play. Ik hoop dat je het een beetje interessant vond. En ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen, man? Ja. Ik denk dat dit, zeg maar, deze reactie van jou, ik denk dat het goed blootlegt wat dit met ons doet. Ja, het doet gewoon niet zo heel veel met me. Maar ja, het spijt me. Het is wat het is.